28 januari kwamen de Russen Auschwitz binnen. En die dag ervoor hebben ze alles geëvacueerd wat nog lopen kon. Er zijn nog 1,5 miljoen mensen even doodgemaakt in Auschwitz. 1,5 miljoen mensen. Vergast. De schoorsteen rookte de hele dag waar ze een mens aan het verbranden. Dag en nacht. Ik kan de rook zien uit de schoorsteen komen op het crematorium. David Groenteman, 99 jaar oud. Hij raakte bijna alles kwijt wat hem lief was. Hier, in deze stad, Amsterdam. Op deze brug begint het, mei 1940. Je moet hier rechtsaf. Het ergste wat mij trof was toen die Duitsers binnenkwamen. Ik stond op de Berlagebrug, daar kwamen de gemotoriseerde soldaten binnen. En dan zag ik mensen uit de buurt staan om ze te begroeten met hun handen omhoog. Oh. Het is niet te geloven dat al mijn vriendjes hebben hier gewoond. Daar, Meer Wagenmaker, daar Andries de Groot, Nanny Salois, Manning Dry, Saxio, Osserdrijven, allemaal vrienden van school. Niemand meer over. Helemaal uitgestorven. Ja, dat is mijn kamer. David Groenteman. Bijna 100 jaar geleden wordt hij geboren. Zoon van een diamantbewerker. Staat al jong op de schaats. Hier met zijn 6 jaar jongere zusje. David wordt succesvol ijshockeyer. Speelt voor het Nederlands nationaal team. Tot de bezetting. Mochten niet meer in cafés. Joden verboden overal. Ja, maar ik had jongens van... Ook van ijshockey, wij werden in de ondergrondse en we deden veel ordonnanswerk na 8 uur 's avonds op een fiets. Krantjes rondbrengen, papieren rondbrengen en toen zijn wij ook verraden. Het gaat mis als David met 3 verzetskameraden naar Engeland wil reizen. Dan zijn we in elkaar geramd in de Doelenstraat bij de Hollandse SS. En toen namen de moffen over, toen werden we ondervraagd in de Euterpenstraat. En we daar weer een pak slaag gehad. En toen voor het gerecht, alle 4 ter dood veroordeeld. De doodstraf. Smeergeld voor de Duitsers van een vader van een van de ter dood veroordeelden zorgde ervoor dat het vonnis verandert in 15 jaar tuchthuis. Toen werden we allemaal naar kampen gestuurd in Duitsland. Het wordt een lange reis na 7 maanden cel. Een reis die begint in kamp Vught en eindigt in Auschwitz. Ik kwam in Auschwitz aan en er moesten we alles uitdoen in de badkamer. En dan kregen we het nummer getatoeëerd. Dan zei ik, ben jij Hollander? Zegt hij, ja, jij ook? Ik zei, ja, ik ook. Het is een Nederlandse medegevangene die dit nummer tatoeëert. Ze zei, doe het een beetje netjes zo. Ik heb een heel klein nummer gekregen. Ik zei, en hoe is het hier? Zegt hij, joh, zorg dat je je werk doet, dan laten ze je nog een beetje met rust. Maar het is heel gevaarlijk hier, zegt hij. S'morgens aantreden om 6 uur. En s'avonds 6 uur kwam je terug. Maar met de helft van wat je wegging. De rest werd allemaal doodgemaakt onderweg. Zodra je ophield met werken, dan kreeg je kogel in je hoofd en weg. Karretje kwam en lijk wegbrengen. Een hoop mannen, zal ik maar zeggen, dat bedoel ik bij mensen boven de 40 of zo. Die hadden er genoeg van, die gingen s'avonds even aan het rad, dood. Met 2000 volt zit erop. En s'morgens switchten ze dat af. En dan moesten wij die lijken er helemaal uithalen. Van het rad weghalen. Dat moest je doen? Ja. Allerlei werken deden wij, alles. We hebben mensen moeten ophangen ook. S'avonds op Appel hadden ze een grote tafel met een galg erboven met 6 raden, touwen. En die jongens hadden bijvoorbeeld poging gedaan om te vluchten of iets. En die hadden al 24 uur tussen het rad gestaan, dus die waren al helemaal duf. En dan moest je ze... Die moesten op die tafel gaan staan en die hoes om hun nek doen. En als je het niet doet, dan hing je ernaast. En als u moet schatten, hoeveel mensen heeft u zien sterven? Oh, honderden.
Honderden. David overleeft. Want na 2 maanden buitenwerk weet hij via een Nederlandse medegevangene werk binnen in een fabriek te krijgen. Als de Russen januari 1945 Auschwitz naderen, evacueert de SS het kamp. David moet naar Mauthausen. Het open gaat in mijn been en mijn nek, op mijn achterwerk. Allemaal open wonden die niet dicht gingen. De Amerikanen bevrijden Mauthausen. Ze verzorgen David en hij werkt een tijdje voor ze als vertaler. Maar hij wil terug naar Holland. Via Parijs komt hij in Antwerpen en koopt een fiets. Toen ben ik doorgefietst naar Amsterdam. 36 kilo woog ik. Davids moeder en oma leven nog. Zijn vader en zusje, ze blijken vermoord. Alle huizen van de familie Groenteman zijn ingepikt. Ik kon geen woning krijgen, ik kon geen werk krijgen. Amsterdam na de oorlog, het voelt als een koude douche. Ik heb een vriendin waar ik mee op school was. Nanny Kraam, maar die was ook in Auschwitz geweest. En die stond in de rij, in de Rijnstraat, bij de bakker. Toen hoorde ze een vrouw achter zich zeggen, kijk, die hebben ze nog vergeten te vergassen. Maar dat was de mentaliteit hier. Gedesillusioneerd emigreert David naar Australië, waar hij een gezin sticht en ook zijn kleinkinderen nu ijshockey spelen. Dit is prachtig, die kinderen hier. Schitterend. We hebben gelukkig weten niet van oorlog of misère of ellende. En dat is het mooie, maar wij hebben het in ons systeem zitten. Het zit helemaal in je. Onbewust heb je er moeilijkheden mee. Het is anders geworden. De hele outlook op het leven is anders geworden. Je mist toch de mensen die je lief hebt gehad. Die komen nooit meer terug.